We zijn live. Hallo iedereen die er aan het kijken is. Welkom, welkom bij dit webinar. En welkom ook aan Trace van Kopje op een Zondag, die dat zo lief is om wat tijd vrij te maken voor ons om haar Notion Workspace te delen. Zoals gewoonlijk, als er vragen zijn, mocht je dat gerust in de chat zetten. Laat misschien even kort weten of dat jullie ons goed kunnen horen. Dat is allemaal vrij belangrijk. Dan gaan we er zoiets in liggen. Trace, misschien is het handig als je jezelf kort even voorstelt voor de mensen die je nog niet kennen. Yes. Eerst en vooral, mijn buurman is aan het verbouwen. Misschien ga je dat horen, misschien niet. Moest het storen, zet even je geluid af en kijk gewoon mee. Maar ik ben de Trace. Ik doe een paar verschillende dingen. Ik ben copywriter en ik gebruik Notion dus heel veel om samen te werken met mijn klanten. Ik geef ook online cursussen. Dus ik gebruik Notion heel veel om al die content bij te houden. En doe ik nog dingen? Ja, ik heb ook gewoon een leven, zoals elke 30 jaar eigenlijk, waarin het opschoon gedaan worden. En dat ik met mijn lief moet afspreken wie dat er wanneer wat kookt. Dus ik heb mijn Notion echt wat alles van mijn werk en mijn leven zit daarin. Niet alles, ik ga er straks meer over zeggen. Maar dat helpt mij wel om zo wat de chaos van het leven bij te houden. Moet ik daar nog iets over vertellen? Het ook naar een zalige podcast. Oh, podcast, ja, goed dat je dat zegt. Ja, want inderdaad, alles van de podcast zit daar ook in. Ik maak samen met Sarah al 5 jaar de Bende van het Boek. Dat is een podcast over boeken. Spreekt voor zich. En daarin, dat is elke 2 weken, bespreken wij 1 boek of verschillende boeken. We hebben ook een nieuwsbrief, we hebben ook nog wat projectjes daar rond. Dus goed dat je dat zegt, we gaan straks ook naar die space kijken, dat Sarah en ik deel. Daar zit er ook wel veel in. En ik lees dus ook wel veel. Ik heb ooit al geprobeerd om dat bij te houden in Notion, maar ik ga opnieuw toegeven. Ik heb dat niet kunnen bijhouden. Ja, dat snap ik. Want het verslindt echt boeken, hè. Dus, Ja, het is dat. Het is gewoon te veel. Dan denk ik, oh, ik ga dat dan doen als ik dat boek uit heb. Ondertussen heb ik er dan al 3 meer uit. En dan heeft het geen zin meer, hè. Zalig. En hoe lang gebruik je Notion dan al om dat allemaal bij te houden? Ik denk dat dat nu... Ja, ik ben begonnen als zelfstandig in bijberoep 2 jaar geleden. Ik denk in februari 2020. En in het begin kon ik dat zo like allemaal wat bijhouden in mijn hoofd. Maar op den duur niet meer. En ik denk dat ik dan waarschijnlijk in de zomer van 2020 begon ben met Notion. Want ik heb gewoon gekeken naar de webinar van u, Ellen. En ik dacht, oh ja, ik kan dat wel even proberen. En ik kon daar wel nog redelijk snel mee weg. Ja. Omdat je ook wel zegt van, begin met de basics, probeer een paar dingen uit, en dan heb ik het gewoon gedaan. Ja, zalig. En zijn er zo dingen dat je zegt van, oh, dat vind ik vooral echt het leukste aan Notion of de handigste feature? Omdat ik zoveel moet samenwerken met klanten, en ook omdat ik heel veel, ik ben veel met content bezig, content ideeën, content plan, zijn die linked databases, dat is echt magic. Ik heb dat straks een keer tonen, ik heb een Notion space per klant die in een van mijn trajecten zit. En daarin hebben ze dus 1 database, maar ik maak daar verschillende voorstellingen van, in verschillende bordjes. En als ik ze dat dan toon, dat is altijd, dat vind ik mij altijd vreemd. Als ik dat dan toon, is het altijd, amai, zo slim gedaan. Oh, en alles zit erin. Dan denk ik, ja, alles zit erin. Dus ik denk wel, linked databases zijn wel echt mijn favoriet. Ja. En dat wordt ook iedere keer maar beter. Nu hebben ze onlangs de filterfunctie aangepast, denk ik. Ja. Waardoor je er veel makkelijker mee werkt. Ja. Magic. Ja, of dat je inderdaad nu je persoonlijke filter kunt maken of kunt kiezen of dat iedereen die filter kan zien of niet. Dus dat is echt een verschil in delen. Ja, absoluut. Ja. Dat is wel iets dat je eerst in moet komen, die linked databases. Als je eerst een Notion-pagina maakt, dan denk je niet direct van, oeh, ik ga hier een linked database insteken. Maar een keer dat je daarmee weg bent, is dat wel echt een soort feature. Ja, dat is denk ik een van de dingen dat het grootste verschil maakt in Notion met andere tools die dat iets gelijkaardig doen. Mm-hmm. Ja. Absoluut. En als Notion zo nog 1 feature zou moeten ontwikkelen voor u, wat zou dat dan zijn? Of wat mis je zo nog? Dat is een goede vraag. Ik ga erover nadenken. Misschien ga ik straks iets bedenken terwijl ik bezig ben. Zalig. Maar nu... Nee, ik kan dat niet direct zeggen. Oké, perfect. En dat toont al direct aan hoe handig dat Notion is. Ik ben iemand die altijd wel sceptisch is tegenover nieuwe dingen. Dit is echt een uitzondering. Ik ben hiermee afgekomen en mijn lief Jasper kende dat nog niet. En nu gebruik je dat ook superveel. Hè? Dus dat is mega chic. Maar normaal is het zo degene die zegt van, ah, misschien kun je die een tool een keer gebruiken. Of weet je dat je dat daarmee kunt doen? En dan ben ik zo degene die zegt van, ja, ik weet het niet. Hè? Geef mij nog maar echt een Windows XP en dan ga ik daarmee verder werken. Maar in dit geval was dat één, heel toegankelijk en ook zo handig dat ik er wel beter wou in worden. Het is echt een uitzondering.
Maar dus om nu te zeggen, Therese, ben ik heel innovatief en bedenk wat je nog extra zou willen, dat is wel een rechte ver. En wel, maar misschien komen we inderdaad een beetje tegen dat je zegt van, ah, dat zou nog handig zijn, moet ik dit of dat kunnen. En we zullen het doorgaan. Maar dan stel ik gewoon voor dat we erin gaan vliegen, dat we een keer een kijkje gaan nemen. Als het scherm te klein staat trouwens voor mensen, je kunt normaal zien, het maakt niet uit wat een browser dat je zit, maar je kunt je scherm ook altijd inzoomen en dan gaan we normaal zien de grote goed te bekijken zijn. En als er vragen zijn, ik kan die zien en dan onderbreek ik Therese wel even dezelfde gerust in de chat dan. Top. Nee. Dit is wel mijn algemeen dashboard. Ik ga hier even hier links zie je, ik weet niet wie dat er allemaal, waarschijnlijk kennen jullie Notion allemaal, wie dat er Notion niet kent. Hier links zie je ook gewoon alles, al die pagina's staan. En bij mij zijn dat er redelijk veel. En vooral ook, ik ben copywriter, dus ik werk voor mijn klanten. En ik zit ook in heel veel andere mensen hun Notion, wat dat ook weer heel handig is. Voor mij, want anders zou dat altijd een gedoe zijn met, ah, ik heb die document met u gedeeld en heb je die link gekregen en ladidadida. En nu weet ik gewoon, ik ga in de space, dat is me meegedeeld. Exact. Ik heb weer een melding. Melding, de heren, is mijn leven. Maar dus dat is de algemene homepagina. Ik ben de hele tijd gebaren aan het maken met mijn hand, maar jullie zien dat niet. Nee. Dat is een algemene homepagina. Hier van boven heb ik altijd zo'n klein coachje staan om een beetje op weg te halen. En nu is het, wat is de eerste kleine stap die je kan zetten? Want soms zijn we wat overweldigd door het leven en dan denk ik, wat is de eerste kleine stap die je kan zetten? Anyway, dit is geen mindset coaching, het is een Notion webinar. Maar dit is een algemene pagina en dan heb ik zo een onderverdeling gemaakt tussen alles dat life gerelateerd is en alles dat werk gerelateerd is. Dus dat zijn allemaal subpagina's die hieronder zitten. Ik ga er straks keer op ingaan, dan heb ik hier nog wat to-do's staan. Mijn taken voor de podcast staan daar bijvoorbeeld ook bij. En dan zo van die stomme dingen, zoals nummertjes, lidkaarten, whatever, staan hier ook. Nou, ik ga beginnen met de work. Dus zoals je ziet, heel veel verschillende pagina's hier. Copy is mijn copywriting werk, zit hierin. Ik doe zo wat verschillende dingen. Ik heb enerzijds trajecten, die in de One Stop Content Shop, die zijn hier. En dat zijn eigenlijk trajecten van 6 maanden. Dus dan is er heel veel content per klant. Vandaar ook dat dat apart staat. Mijn algemene copypagina. Gaan we een keer naartoe. Zijn veel meer kleine taken. Dat ik een redactie doen voor iemand. Dat ik een blogpost voor iemand anders. Dus hier hou ik gewoon bij waar zit alles. Hier is ik heb to do, a next step doing, done. En dan ook heel belangrijk, feedback. Leven voor de feedback. Dus dat zit daar ook in. Bovenaan heb ik dan wat quick links en ook mijn eigen kenniscentrum. Want heel veel dingen herhalen zich gewoon als copywriter. Gaat nog een keer de homepagina schrijven, gaat nog een keer de salespagina schrijven, gaat nog een keer de social post schrijven. Dus alles wat ik daarover weet, zit ik daar ook in. Omdat die heel vaak wel een vaste structuur hebben. En in plaats van iedere keer opnieuw te gaan kijken naar de vorige salespagina die je geschreven hebt, of de vorige homepagina, heb ik dat gewoon voor mijzelf wel gedocumenteerd. En kan ik dat altijd terug gaan halen hier. Dan heb ik bijvoorbeeld nog een quick link naar mijn omzetdinges. Meeting notes staan hier dan ook in. Reviews, als ik die een keer nodig heb, staat allemaal hier. En dan nog wat links. Ik zeg het, ik heb een beetje opgeruimd, maar niet alles is opgeruimd. Dus dat is gewoon het content, het copy stukje. En dan heb ik ook een stukje content. Zoals ik al zei, ik ben copywriter, maar ik heb ook online cursussen dat ik geef. Ik heb ook een eigen nieuwsbrief die niet copy gerelateerd is, die staat hiernaast. En dat komt ook opnieuw met heel veel materiaal en heel veel ideeën. Zoals je ziet, de grote categorie hier is idee. Dan negeer ik meestal een beetje. Ik kijk gewoon naar de twee bovenste waar ik mee bezig ben. En dit hier is mijn cursus waar ik momenteel. Die loopt momenteel, die is bijna gedaan. Dat is een moestuin cursus. En opnieuw, ik zou niet zo goed weten hoe dat ik dat moet doen zonder mijn Notion. Want hier staat er eigenlijk alles in van de inhoud van die modules. Dus de taak kan je ook in. Ik moet het binnenkort nog doen. Maar dit is gewoon de pagina, denk ik, waar ik in het voorjaar het meest mee bezig ben. En dat is de inhoud van de modules. Dus dat is echt gewoon iedere week. Oké, we hebben nu module 1. Wat zit er allemaal in? Wat is de status ervan? Wat is de vorm daarvan? Als je ze dan openklikt. Wacht even. Die dat ik vorig jaar gemaakt heb, zijn er niet in. Maar pak nu module 5. Ging ik over knoflook of ajuin planten. Waarschijnlijk ver van je bed voor veel mensen. Want dan staat er gewoon helemaal in. Wat is die content daarvan? Ik moet dat dan in dat filmpje vertalen. Dat komt in de pdf. Dus het is allemaal hier verzameld. In totaal is dat een pdf van om en bij de 200 pagina's. Als je alles samentelt.
Maar dan kan ik hier ook gewoon makkelijk die aanpassing maken. En dan moet ik niet iedere keer gaan denken, waar staat dat nu weer? Zet ik die lab in van, dit moet nog in die module komen. Ik speel daar ook altijd een beetje mee. Dus nu zijn we eigenlijk al aan de laatste. Maar dit ziet er al helemaal anders uit dan in het begin. Hè. In het begin dacht ik misschien, sneeuwbieten. Ik ga daar iets over vertellen in module 7. Maar dat verandert dan. Het is gewoon heel makkelijk om dat hier te doen. Je staat nu ook gewoon gesorteerd op modules of op datum, denk ik. Maar even hoe ga je gaan filteren op status van wat moet ik nog gaan doen? Wat is er gedaan? Dus dat is een lifesaver voor mij. Voilà. Kan ik even gaan naar mijn work? We hebben al 2 pagina's gehad. En dan hebben we mijn nieuwsbrief. Wat ook wel zo een beetje een passion project is. Ik vind een nieuwsbrief super leuk om te doen. Wat ik ook heel vaak doe in mijn Notion is gewoon links zetten. Maar zo links naar dingen dat ik altijd vergeet. Waar is de link om in te schrijven in de nieuwsbrief? Waar is de naam van mijn boekhouder? Gaan we misschien ook nog tegenkomen. Ik denk altijd dat mijn boekhouder Vanessa heet, maar het is eigenlijk niet zelfs geen Virginie. Sylvie. Dan moet ik echt kijken naar mijn boekhouder, dan hoe heet mijn boekhouder weer? Maar dat is iets dat ik heel vaak doe. Het zit gewoon bovenaan de pagina waar ik weet van ik ga daar op zoek gaan naar die informatie. Opnieuw data erin. En dan staat er voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld. Wat moet er elke keer opnieuw gebeuren? Zodat ik elke maand opnieuw kan gaan kijken, heb ik alles in orde gebracht voor de nieuwsbrief. En dan de content van de nieuwsbrief dit jaar. Ik sta even leeg. Daar heb ik nog wat werk aan. Maar normaal verzamel ik hier dan nog een keer om het half jaar. Denk ik, wat ga ik allemaal in mijn nieuwsbrief vertellen? Maak ik gewoon een lijstje en dan staat dat klaar. Dan moet ik niet elke maand opnieuw gaan kijken. Just. Exact. Dus die zijn allemaal vrij basic. En dan ga ik nu een keer gaan naar mijn one-stop content shop. Dus dat zijn, zoals ik zei, dat is een trekking van 6 maanden. Dat begint met een brainstorm waarin ik met de klant echt aan ga kijken van wat wil je allemaal vertellen, wat wil je allemaal bereiken, wat moet je content voor je doen. En dan bedenken we gewoon heel veel content. Dus echt, dat zijn van die dingen vol met post-its. Super leuk om te doen, maar niet mega handig om te gebruiken. Ja. Achterna. Dus dan zet ik dat om in een space. Dus ik ga deze gewoon een keer als voorbeeldje nemen. En het belangrijkste dat ik maak is eigenlijk een contentplan. En dat ziet er zo uit. Dat is heel mooi. Mooie filters. Ik ga hem een keer... Voilà. Sorry, als ding niet groen dan kom ik altijd een beetje gek. Maar dus, dat is hier, je ziet dat hier, dat is superveel. Dat is allemaal informatie, dat zijn verschillende thema's. Verschillende objectieven, verschillende kanalen, allemaal door elkaar. Vrij goed als je het allemaal in één keer wil zien, maar niet super handig om echt mee te werken. Dus dan heb ik verschillende andere views gemaakt. Je kunt je views natuurlijk allemaal maken op dezelfde plek. Dat is een optie die je hebt bij je linked databases. Eerst zet je hier gewoon nog een view bij en nog een view bij. Maar omdat dat niet super makkelijk werkt, zeker voor niet al mijn klanten zijn gewoon van een Notion te werken, heb ik gewoon verschillende pagina's gemaakt. Ja. Dus dat je hier bijvoorbeeld zegt van, ik wil die planning zien, maar in een kalender. Mm-hmm. Dat ik dat hier dat ook zo aangepast dat dan de thema's ook zichtbaar zijn. Ja. En dat is vooral makkelijk terwijl ik aan het werken ben. Dus ik steek dat contentplan in elkaar op basis van al die dingen die we gehad hebben. Maar dan moet ik ook een beetje zien, we willen natuurlijk niet 2 maanden aan een stuk over hetzelfde praten. Dus op basis van die kleurtjes kan ik dan ook gaan kijken van, zit die verdeling ongeveer goed? En dan maak ik ook nog een keer, dus had dat gezien, dat was ook gefilterd op kanaal. Maak ik bijvoorbeeld nog een keer een aparte view met alleen maar de mails, alleen maar de nieuwsbrieven, alleen maar de blogposts. Zodat als die klant zoiets heeft van, ik moet nu werken met mijn nieuwsbrieven, ik moet een paar nieuwsbrieven in de layout steken. Dan gaan ze gewoon daar naartoe en dan zien ze gewoon, dit zijn allemaal mijn mails en nieuwsbrieven. Dat zit allemaal hierin. Dus ja. Dat werkt aan mij. Ja, maar ik vind dat een super slim idee dat je zegt van kijk, dan werk ik met klanten. Ik maak het eigenlijk zo dummy-proof mogelijk en ik maak het eigenlijk super gemakkelijk voor hun. Ze hoeven niet per se met Notion te kunnen werken dan, om eigenlijk gewoon ergens op te klikken en te zien wat ze nodig hebben. Dat is ook wel handig als ik dan het plan aan het maken ben. Want op duur, je zit bezig met 6 maanden aan content. Hè. Dat is mega veel. Dus dan kan ik ook gewoon een keer denken, hoeveel nieuwsbrieven heb ik nu al? Dan ga ik filter denk ik van, er mis bijvoorbeeld nog eentje in april en in juni. Nog een keer gaan kijken naar de content. Waarover kunnen we praten in april en in juni? En dan zie je dat gewoon heel makkelijk, heel snel, van, dit is ongeveer wat we hebben. Of dan zie je ook van,
vier vijfde van die nieuwsbrief gaan over hetzelfde thema. Misschien wel, maar dat wel niet. Dus zo pas ik dat dan wel redelijk makkelijk aan. Zalig, oké. En dat was nog een redelijk kort contentplan. Ik heb eigenlijk al groter gehad. Dus dan is dat... Ik zou eerlijk ook niet zo goed weten hoe dat ik dat deed zonder Notion. Geweldig. Daar zijn er andere tools voor, hè. Maar gewoon het feit dat je kunt filteren dat dat gelinkt is, is hiervoor wel mega makkelijk. Ja. Wat ga ik nog een keer doen? Wacht, we gaan eerst naar de marketing gaan. Daar hou ik niet superveel in. Opnieuw, hier aan boven heb ik zo mijn snelle links staan. Een aantal daarvan, dat is niet altijd super high-tech. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn hashtag staan. En dat is een hele pagina vol met hashtags. Ja. Super handig als je iets wil posten op je gsm. En je denkt van, juist, ja, moet ik nu weer allemaal hashtags gaan bedenken? Nee. Dan kom ik mijn app open. Ga naar daar, kijk ik een keer wat rond. En dan neem ik die allemaal mee. Dus ja, dat zijn geen ingewikkelde dingen, maar wel heel handig. Wat heb ik hier nog? Nee, dat is niet dat cool. Ja, dat is bijvoorbeeld mijn website, heb ik ook geschreven, gewoon in Notion. Ideale klant is ook zoiets van, je hebt dat niet elke dag nodig, maar je gaat soms dan een keer terug gaan kijken van, juist, ik heb die oefening een keer gemaakt. Hoe zit dat in elkaar? Ik vind dat wel handig om dat hier te doen. En ik denk dat ik nu een keer naar de podcastpagina ga gaan. Voilà, dus het is een gedeelde pagina. De vorige pagina's, behalve die van de One Stop Content Shop, waren ik allemaal privé. Dit is een gedeelde pagina met Sarah. Hier van boven gewoon zo al de dingen staan die we veel nodig hebben. Zoals ons logo, zoals zo een tekstje. Af en toe heb je ook een mini-tekstje nodig. Dat mensen vragen, dan kun je het bende van boek een keer voorstellen in twee zinnen. Dan heb ik zo'n ding uitvinden, maar dat staat gewoon hier. Er staat bijvoorbeeld ook onze media kit staat hier, waar kun je dat downloaden. De website zetten en een keer bij. Zodat ik alles dat je zo snel nodig hebt. Mm-hmm. Dan, en daar heb ik ook veel van, is dat we gewoon elke even gezegd hebben van voor welke taken zijn we verantwoordelijk? En dat hier ook gezet hebben. Dus gewoon van, als ik dan denk van, ik heb deze week nog niet iets gedaan, ga ik hier gaan kijken, wat moet ik juist weer doen? Of als ik denk, die mails van die uitgeverij zijn niet opgevolgd. En dan denk ik, juist, ik moet dat doen. Dat is ook heel duidelijk om dat te doen. Dan hieronder is dat echt gewoon een to-do-lijst. Ja, heel basic, maar wel heel handig als je met twee bent. Mm-hmm. De aflevering van de podcast houden we hier ook bij. Dus dan zien we van alles ook staan. Wat is de status? Is het een idee? Is dat opgenomen? Is het gemonteerd? Ja. Dan wat ik ook altijd doe, is de notities hier ook inzetten. Ja. Om ze de podcast voorbereiden. Want bij elke podcast hoort er dan ook een blogpost. En dat is wel handig als die informatie er al is. Staat gewoon allemaal op één plek. Opnieuw, onze Instagram staat hier ook bij. Dus dan zetten we gewoon de caption al klaar. Kun je er altijd aan. De hashtags staan hier ook nog een keer bij. En dan is dat zo wel alles. Zo meer projecten staan hieronder. Zalig. Ja. Dat heeft wel... Ja, opnieuw, ik weet niet hoe dat mensen samenwerken in Notion, maar dat start er wel echt voor dat allemaal wat beter geregeld is. Mm-hmm. Opnieuw, ik kijk met van die gedeelde Google Docs, en ik was vroeger echt een grote Google Doc van, hè, dus ik denk nu niet dat ik een hater ben, absoluut geen hater van het Google Doc. Voor sommige dingen, qua tekst, is de Google Doc nog altijd handiger dan een Notion, maar om echt te gaan samenwerken, is dit wel echt de shit. Ja, zeker om het allemaal op één plaats te hebben. Om inderdaad die takendatabase zo allemaal te samen kunnen zien. De kopie dat je geschreven hebt, of met je de aflevering dat je wilt plannen, ja, dat is het grote voordeel. Ja, het is dat. En je kunt ook, het staat er ook nog allemaal. Hè. Ik weet nu niet hoeveel plaatsen dat je hebt in een gratis Notion. Ik heb een betaalde versie, maar dan nog, dat is eerlijk geen geld. Ja, en normaal de beperkingen zijn opgegeven voor de gratis versie qua blokken. Dus je kunt eindeloos veel erin zetten. Wel, als je hier kijkt, ja, er staan hier afleveringen in. Ik denk dat we een jaartje ermee werken, dus er staan al 30 afleveringen, gewoon alles geregeld hier in de Notion. Dus dat is mega handig als je achteraf nog denkt van, juist, wat heb je daar over dat boek gezegd? We hebben misschien niet in de blogpost geholpen, dat je het ook nog allemaal terugvindt. Ja, zalig. Handig. Ik denk dat dat een beetje was wat ik wou tonen van de work. Ja, top. Ik vind het super interessant, want ik merk dat
Het is complex qua inhoud van de databases, maar toch vind heel zen en clutter-free op een of andere manier. Er staat niet meer in dan dat er moet instaan. En het is toch heel duidelijk waar dat je voor wat moet zijn. Vind ja, ik. Want, dat vind ik heel belangrijk. Want ik ben wel soms een beetje chaotisch. Je ziet soms de keukenkast open en je denkt, waarom staat dit op deze plek? Dus ik weet wel, van, als ik iets zoek, moet ik gewoon van... Eigenlijk, als ik iets zoek en ik vind het niet, dan moet ik het gaan zetten op de plek waar ik het eerst gekeken heb. Ja, exact. Bijvoorbeeld, de naam van mijn boekhouder, als ik die niet vind, ja, ik kan niet gaan zoeken in mijn mails naar de naam van mijn boekhouder, zonder dat ik de naam van mijn boekhouder weet. Maar ik weet wel van, dat is de plek waar ik mijn administratie bijhoud. Oké, ik ga daar gaan kijken. Dat is ook wel een duidelijke plek voor mij om te kijken. Ja, logisch. Ja, mensen vragen dat ook vaak aan mij. Van, ja, en waar zou ik dit of dat zetten in mijn Notion? En ik zeg dat altijd exact hetzelfde als dat jij niet zegt. Waar dat je het gaat zoeken, waar dat je in eerste instantie op klikt om het terug te vinden, dat is waar dat je het moet zetten. Ja. En je hebt ook wel een zoekfunctie, hè? Ja, klopt. Dus, dat is ook heel mijn boekhouder. Wacht, dan heb ik veel. maar zo, dan ben ik meestal wel ik hier admin, mijn boekhouder. Vind ik dat terug, Sylvie. Sylvie is mijn boekhouder. Dan vind ik dat daar terug. Alright, maar dat is dus het meeste van mijn werk. Zit daarin. Ik moet wel zeggen, ik was aan het kijken naar een oudere Notion tool die ik al een keer had gedaan. En dan kom ik wel goed voorbereiden. En daarin zag ik dat veel mensen ook voor het hun agenda daarin bijhouden. En daarin ben ik zo geslaagd om dat te doen. Dat is wel echt iets dat ik apart sta daarvan. En als ik mijn werkdag start, ga ik wel meestal eerst daar gaan kijken. Van oké, wat staat er op de planning? En dan verhuizen naar mijn Notion. Ja. Oké, dat ik dat weet. Dus niet alles van mijn werk staat erin. Maar alles wat ik nodig heb om mijn werk te doen, staat wel zeker in mijn Notion. Ja. Maar ik snap dat ook, want dat is ook niet altijd de meest ideale plaats, vind ik, Notion, om uw agenda in bij te houden. Dus... Mm-hmm. Voor mij is bijvoorbeeld handig dat ik dan mijn agenda erin heb staan voor een meetingnotitie te nemen of zo, maar om echt dingen te gaan uitplannen op higher niveau, ja, heb je vaak een gedeelde agenda met andere mensen nodig ook en zo. Dus, ja. Nee, zo. En nog iets dat ik er niet in steek, zijn zo de kleine takenlijstjes. Zo per dag, dan maak ik echt nog altijd mijn papieren lijstje. Maar te zien, ik heb zo'n grotere lijst. Niet meer zo van, hey, die blogpost voor die persoon moet geschreven worden, of dan moet ik nog doen voor de podcast. Maar dan ga ik wel zo gaan kijken van, oké, wat moet er nu gebeuren vandaag? En dat schrijf ik dan gewoon op. Dat zijn zo twee dingen dat ik nog niet... Dat ik al geprobeerd heb, maar zou ik dat in Notion kunnen? Maar dat voel ik nog niet helemaal. Dus moesten ze daar nu nog iets goed op vinden? Perfect. Ja, maar langs de andere kant, ik vind dat ook altijd een manier... Als je takenlijst in Notion hebt en dan schrijf je zo op papier op wat er vandaag moet gebeuren, ik vind dat zo'n goede trigger om een keer extra hard na te denken over de prioriteiten. Ja, maar je hebt dan een hele lijst gemaakt en dan denk je wel van... Oei, dit is misschien niet realistisch. Ja, dat misschien ook wel. Ja, dat klopt. Misschien moet ik toch nog iets schrappen uit die lijst. Ja. Anyway, maar ik heb dus ook nog mijn leven. Zoals ik zei, mijn lief zit ook aan de Notion. Mega handig. Drie dingen dat we veel samen delen, is de pagina keuken, de pagina op reis en de pagina boodschappen. Ja. Ik ga beginnen met de keuken. Want ja, wie houdt er nu niet van eten? Mega, sowieso, het eerste dat je ziet is de link naar de boodschappen. Want vaak zijn je dan bezig met iets met eten, heb je boodschappen nodig. En dan hebben we hier eigenlijk een overzicht van alles dat we graag eten. Dat staat allemaal in. Soms staat het recept er ook bij. Soms staat er gewoon bij van, hey, dat komt uit dit boek op die pagina. Maar bijvoorbeeld als er zoiets is dat bijvoorbeeld een keer in de foodbag zat, zet ik daar dan gewoon die foto bij. Mega handig. En dat is iets dat we vooral gebruiken om de week menu te maken. Want ik heb een systeem. Nu ben ik heel benieuwd. Jullie hebben de primeur voor mijn weekmenu systeem. Begin het jaar had ik het plots helemaal gehad met koken. Ik had iets van, dat koken, dat is allemaal te veel tijd. Ik heb geen zin en geen tijd om iedere week opnieuw te bedenken wat gaan we vanavond eten. En dan heb ik een systeem bedacht. Hoe was het? Yeah. Het is een schema waarbij er voor 2 weken ongeveer vast ligt wat dat we eten. Maar niet van op woensdag eten we patatjes met worst en appelmoes of zo. Maar er ligt zo wel vast van, dan eet ik een pasta, dan maken we een quiche, dan maken we een soepje. En dan vul ik dat gewoon in voor 2 weken. Ellen, gaat uw handen in uw haar.
Ja, dat klopt, dat is zalig. Dat is echt iets wat ik al lang denk van, ik moet dat ook maken, zo'n vaste weekmenu dat terugkomt. Ik dacht, mijn lichaam is zot verklaren, maar eigenlijk helemaal niet. Nu zijn we even uit het systeem, omdat we net op reis zijn geweest. Maar vanaf volgende week introduceer ik het weer. Dit maakt mijn leven zoveel makkelijker. Maar Dan heb ja. je een week met je maat, gelijk 2 weken. Maar je moet niet voor iedere dag opnieuw gaan nadenken van, wat zou mee eten? Iets Parijs, iets pasta. Ik heb eigenlijk gewoon een vast systeem en ik vul dat in. Grotendeels op basis van wat we graag eten, maar er zitten like, soms ook nieuwe recepten in. En ik zeg van, ah ja, we zoeken like, nog een curry voor op woensdag. En dan zegt hij, ah, ik ga een keer kijken in een kookboek. En dan zoekt hij gewoon een nieuw recept om te maken. En het is ook niet dat je dan zoiets zegt van, oei Jasper, maar we kunnen op zaterdag 1 niet gaan eten, want dan eten we pasta. Allee, bedoel, dat is mega Ja, flexibel. Maar het is vooral minder nadenken. Weet je wel, je hebt dat zo 1 keer gemaakt en vanaf dan moet je minder gaan nadenken. Dus dat vind ik ja. mega. Ja. En Wel, dan maar ik zet ben zo... Ja, Die sorry. Wel, ik ben zo nog aan het denken voor dat al te doen, dat zal mijn eerste stap zijn, maar ik ben ook aan het zoeken naar een manier om nog een niveau verder te gaan. Want ik vind dat zo super lastig als je bijvoorbeeld de maandag een recept maakt waar er een halve courgette in moet. En dan zit je nog de rest van de week met zo die andere halve courgette. En dan denk ik, ah, ik daarom wil zo... soep Ja. met curry, want dat zijn de perfecte restjes verwerkers. Ah, slim. Ja. Dat is sowieso, denk ik, wel nog een goede natural restjesverwerker. En ik heb ook kippen, dus als het niet verwerkt is, is het ook niet verloren. Dus Ja. Ellen, gewoon restjesrecept nodig en kippen. Nee. Genius. Oké, inderdaad. Ja, Laurence zei het ook in de chat. Genius. Ja. Ja. Maar dus wat ik dan doe, is dan een keer de zondagnamiddag, als er koersje voetbal op tv is, zet ik mij in de zetel met mijn lief, met een paar kookboeken en dan zeg ik, we gaan een menu maken. En in een half uur hebben we de menu voor 2 weken gemaakt. En eerlijk, soms is een half uur de tijd dat je erover doet om voor 1 dag te bedenken wat je s'avonds gaat eten, als je niet oplet. Dus dat is mega nice. Dan staat je dan gewoon, hé, wat is hetgeen dat we maken? Wanneer eten we dat? En de bron is dan bijvoorbeeld van, ah, dat staat in dat kookboek op die pagina of kruis, dan een keer net erboven. En dan kan mijn lief ook, want als je gewoon je weekmenu op een papiertje maakt, dan kan hij nog, dan moet hij dat papiertje vinden al. En nu is het echt soms dat ik nog aan het werken ben boven. En dat hij dan, en mijn lief, allee, doe veel in het huis doen en alleen, maar al de brainwork, ik weet niet hoeveel vrouwen dat er aan het kijken zijn momenteel, maar dat komt meestal wel nog altijd bij u terecht. En hierdoor is dat like, zo een beetje weg. Want je echt zo kan zien, ah, wat eet je vanavond? Ah, iets uit dat kookboek. En alles is in huis. Ah ja, maar dan ga ik daaraan beginnen, Amai, hè. ja. Halleluja. Ja. Ja. Dus dat is... Als je dacht dat het werkgedeelte van mijn Notion Tour het meest interessant ging zijn, welcome to my kitchen. Dus hier, ja, dus dat vind ik echt, dat heeft me eigenlijk al veel geholpen. Ja, dat kan ik geloven. Ja, Ja. oké. Ik ga dat ook in En diversie implementeren. Top. van, oh nee, Therese heeft weer iets nieuws ontdekt in Notion en hem nu moeten komen. Die heeft ook zoiets van, ah ja, maar dat is handig, hé. Ik kijk daar gewoon in en ik weet wat ik moet doen. Dus mega chill. Ja, oké, verkocht. Dus dan boodschappen is daar al aan gelinkt. En dan heb je die weekmenu gemaakt en dan moet je ook voor het maar een keer in de week boodschappen doen of zo, of een keer in de week veel boodschappen. Sowieso komt alles dan hierin. En ons boodschappenlijstje, dat is ook gedeeld. Dus dan hebben we gewoon de food en de non-food. Ja, die er staan, half plaatje, 125 op 75. Dat is zoiets typisch dat je denkt van, ah, ik heb nog een keer iets nodig van een brico, maar ik ga daar nu niet speciaal voor gaan. Maar ik heb wel die afmeting al en... Ja, dus dat staat hier allemaal in. Hetzelfde voor de IKEA. Je weet, Alles. soms moet je naar de IKEA gaan, maar soms heb je gewoon een keer iets nodig. Dus dat staat hier Ja. ook allemaal in. En dan hetzelfde, ja. De gewone supermarkt, de Collect and Go, Aziatische supermarkt. Het staat er gewoon allemaal op. Als we daar dan zijn, dat weet ik juist. Of als ik naar de Zalig. Collect and Go doe, dat is van een keer in de 6 weken. Dus het is niet dat dat zo altijd open staat. Maar dan denk ik, juist, er waren dingen dat ik nodig had van de Collect and Go. Bangelijk. De Dus dat... Floralux is de beste winkel in Kortrijk. Ja, daar zou ik nu misschien wel nog elke week passeren, was wat. Want toen heb je dan bijvoorbeeld elke week of elke 2 weken hetzelfde als de Superbazaar. En dan nog ga je weg en denk je, ik ben like iets vergeten. Ja, en dat voorkomt dat, hè. Ja, exact. Deels. Ik zal zeggen deels. Soms vergeet ik wel nog iets. Maar dat helpt wel alleszins echt. En dan heb ik nog mijn, de rest heb ik een beetje overslaan, op reis. Ook een superhandige. Dan hebben we meestal bovenaan staan wat de volgende reis is. Dus nu zijn we naar Italië geweest, dan maar net. Dan wordt het opgezocht, ja, wat moeten we allemaal doen met de COVID? Want in Italië is het allemaal strenger dan hier. Moesten we allemaal op voorhand doen.
Dan een reisplanning staat erin. Wanneer gaan we naar waar? Naar huis. Ha, ik ben 4 dagen vroeger teruggekeerd. Mijn Notion weet dat nog niet. En dan, ja, hier had Jasper dan zo wat toffe Airbnbs ingezet. Van, oh, dat is wel tof om naartoe te gaan. Dus dat is niet per se mega gestructureerd. Soms is dat like, gewoon nog in een dump van oké, wat links en wat dingen dat we moeten opletten. Maar het helpt wel. Maar onze basic op reispagina is eigenlijk wat je voor Ricky nodig op reis. Ja. Ricky is net goed, ik heb geen kind. Ik schrijf dat waarschijnlijk al weg. Dus dat is dan gewoon iedere keer afvinken wat we hebben. En dan pik ik dat weer uit voor de volgende keer. Dat is meestal gewoon het lijstje voor heel het jaar door. En dan zien we het staan optioneel zijn zwembadje, zijn deurtje. Voor als we in de zomer weggaan, als we wat langer weggaan. Dan staat het daarbij. Idem dan typisch. Ricky heeft dan een hele lijst. De baasjes hebben een kortere lijst. Wat dan ook. Opnieuw, ik probeer ik altijd alles zo wat te organiseren van onze kamer. Ik vind dat eigenlijk handig. Dus ook al gaan we niet echt op reis naar iets met een keuken, dat is wel zo alles dat daarvoor belangrijk is, zet ik dan daar wat in. Ik vind het geweldig dat je zo zegt, alles wat dat belangrijk is en dat daar zo koekjes bij staan. I love it. Ja, dat is wel echt heel belangrijk voor mij. Ik word echt geen chagrijnig zonder eten. Ja, ik heb wel dus voor de onderweg. Alleen is dat belangrijk. Dankelijk. Ja. En ook, dat is zoiets dat altijd ook aangepast is. Dus nu staat er dan algemeen boeken. Als ik dan bijna op reis gaan, zet ik dan meestal wel zo'n lijstje van welke boeken dat ik ga meenemen. Ja. Gewoon zo de basics. Gewoon een kwestie van niet elke keer opnieuw te moeten beginnen met ja, we gaan op reis. Ja, maar dat is, want dat gebeurt dan heel vaak dat je ergens vertrekt en dat je dan eigenlijk iets superbelangrijk mee hebt, alleen niet mee hebt. En inderdaad, voor onze hond moeten we dat ondertussen ook doen. Ja. Want ja, van ons is, je zet dat gewoon van vroeger, je pakt je valies in en je denkt, ah ja, je begint van onder, ik heb sokken nodig, ik heb ondergoed nodig, en dit en dat. Maar ja, en voor jezelf, denk je van, gewoon als volwassene, als ik uiteindelijk mijn portefeuille en mijn sleutels en mijn gsm bij heb, kan er niet veel misgaan. Maar als uw non zijn paspoort niet mee heeft, of heb zijn tekentang niet mee, of zijn kapzakje, ja. Allee, dan ja. Zet je snel in de shit, hè, letterlijk. Yep, klopt. Dus dat is wat. Maar ik moet wel zeggen, mijn mama had vroeger, ik spreek over decennia geleden, had zij al iedere keer als wij op ging gaan kamperen, echt zo'n hele afgeprinte lijst. Nee. Dus dat is dan wel een beetje hetzelfde, maar zij had dan wel ook ieder jaar weer het probleem, ja, van er wat een naam heb ik dan weer opgeslagen met mijn computer. Ja. Ja, of als je dan een keer, hier in Notion kun je super gemakkelijk, als je een keer een apart soort van tripje doet, of dat je een keer iets anders nodig hebt dan anders, zet je dat er even kort bij en dan haal je er terug weer af. Ja, of ook kopieer een keer je pagina en je past dat wat aan. Kan ja. Ook, want ja. Bijvoorbeeld, als wij een keer op reis gingen naar een huisje, dan print mijn moeder toch de lijst caravan af. Hè. Ja. Ja. Maar wel gelukkig nooit per ongeluk de voortent meegehad als op hotel. Dat moet niet doen. Oh, zalig. Anyway, ik denk dat dat zo wat de belangrijkste dingen zijn van mijn leven in Notion. Tenzij dat je daar nog vragen over hebt. Nee, ik denk het niet. Ik zie wat Laurence ook zegt in de chat, dat dat ook wel handig is met boodschappenlijstjes. Dus om het in een database te gieten, zodat je altijd maar gewoon iets moet af- of aanvinken, in plaats van altijd een nieuw lijstje aan te maken. Ja. Dat werkt voor haar heel goed. Wel, dat is waar, maar het zou mij altijd tegen dat je dan de eerste keer die in een database moet maken. Ik snap het. Ik kan het mij wel voorstellen. Heb jij zo'n database? Of is dat ook echt... Ja, ik heb zo'n database, maar ik loop nog voorbij het probleem. Of ik loop nog tegen het probleem aan dat mijn man ze niet gebruikt. Dus ja, dan is het van de database. Ja. Sorry, wat zei je? Gebruik je de database niet of gebruik je geen Notion? Hij begint nu stilletjes aan Notion te gebruiken, maar de database met de boodschappen nog niet echt. Want ik kan er dan niet tegen dat hij het iets moet afvinken in plaats van aanvinken als hij het mee heeft van de winkel. Snap je wel? Want ik vink dan alles aan wat we nodig hebben. En daar kan hij dan niet zo goed tegen dat het omgekeerde logica is. Dus ja. Ja. Maar daarin is het dan wel. Ja, wel ja. Nee, ik denk, je hoeft het niet per se te tonen, maar wat wij dan nog interesseert, of wat ik soms moeilijk vind, is als je dan inderdaad in veel verschillende workspaces met verschillende mensen zit, om daar dan soms ook het overzicht nog wat in te bewaren. Dus ik weet niet goed met klanten, omdat je dan de afspraak hebt van alles qua taken,
komt dan puur in uw Notion, in uw takenlijst terecht? Of ga je soms ook een takenlijst in de workspace van een klant hebben of zo? Ja, sowieso. Dus mijn grootste trajecten, waar ik meest mee bezig ben, die staan allemaal in Mainspace. Dus dat is de one-stop contact. Dat is hetgeen dat ik het meest mee bezig ben. Dat staat daar allemaal in. Andere spaces is vaker, bijvoorbeeld, dat is iets waar ik al een beetje ben tegenaan gelopen, is dat een klant in, dus in, dit, in haar eigen space dan een database deelt van haar. Ja. Maar dat werkt alleen maar als ze ook de space met mij heeft gedeeld. Mm-hmm. Als dat niet de meta. Dus vandaar dat dat soms bij mij gedeeld staat, en stak ik niet, ga ik niet zelf gaan kijken in die hun space of zo, maar is dat zodat dat binnengedrongen kan worden bij mij? Ja. Dus dat is één. En twee, dat zijn dan vaak ook kleinere taken, en die staan dan hier in mijn copy space bij mijn taken. Dat ik voor mezelf weet van, juist, ja, die hebben dat gestuurd dat ik dat nog moet doen, ik ga dat hierbij zetten. En dan weet ik wel van, oké, ik moet dat nu gaan zoeken in hun Notion. Ja. Ja, oké. Nee, goed, want inderdaad, dat weet ik dat soms mensen wat, allee, en ik zelf ook zo wat tegenaan, of dat dan uw taken soms verspreid zouden durven staan, of als, inderdaad, als je meldingen krijgt en andere workspaces van uw klanten, dat je dingen moet gaan checken of zo, en dat dan die taken soms nogal snel verloren kunnen geraken. Ja, ja, dat is wel waar. Dat is, want zeker zo een melding, je kunt dat niet weer op ongelezen zetten, hè? Nee, klopt. Ik denk dat op ongelezen zetten is echt mijn lifestyle. Ik wacht ook op de dag dat je op Instagram berichten weer op ontlezen kunt zetten. Want hoe irritant is dat niet kan. De dag dat ik ontdekte dat je in WhatsApp berichten opnieuw op ontlezen kon zetten. Dat was echt een prachtige dag in mijn leven. Maar dus voorlopig kan dat even niet... Weet je, dat is de feature dat ik wil, Ellen. Ik wil dat je berichten op ongelezen kunt zetten. Oké, en wel, ik zal het noteren en ik zal het doorgeven. Hè? Waarschijnlijk ga je niemand anders dat gebruiken. Maar dat is inderdaad... Want en dan denk je van, oh, moet ik daar nu iets mee doen? Ik heb daar nu eigenlijk niet echt tijd voor, maar ik heb daar nu al op geklikt. Ik ga dat hier ergens opschrijven. Dus dat is wel een dingetje. Maar dan zet ik dat dus hier in deze taken. Ook handig, want dit is eigenlijk een veel groter taken dingetje. Maar hier is het gefilterd op client. Dus ik heb ook een veel grotere takenlijst. Alles van de podcast zit daarin, admin zit daarin. Maar dat wordt gewoon getoond op die plagen met die filter. Maar als ik wil, en ik denk dat dat hier wel zo is. Kijk eens, hier is die gefilterd op podcast. Kan ik dat hier zien? Zal ik in de filter? Ja, dus hier zie je alles. Ah ja, oké. Okay. Wel, dat beantwoordt ineens, denk ik, Valérie, haar vraag in de chat. Ze vroeg of je geen masterclass hebt waar dat alles bij elkaar zit, maar dat is dan die takenlijst. Ik heb die, maar ik gebruik die binnen nooit. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus ik ga meestal echt gaan kijken per space wat er moet gebeuren. Dus dan denk ik van, oké, ik ben nu aan het werken voor de podcast, ik ga daar een keer kijken wat er moet gebeuren. Of ik ben nu aan het werken, ik heb nu even tijd voor mijn admin, ik ga dat nu doen. Maar de meeste dat ik gebruik is wel echt deze kopie. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja, dat vind ik ook wel een goede manier om dat aan te pakken. Dat je misschien dan ook op dat moment niet getriggerd wordt. Als je zegt, ik heb tijd voor mijn admin. Dat je toch ook nog je klanten taken ziet. En de neiging hebt voor heel de context switchen. Dus, ja, wat er dan zou gebeuren. Ik zou dan alleen maar de ding doen dat er klaar in de base staat. Ja, dat snap ik. En dan komt er van de rest niks van in huis. Ja. Nee, inderdaad. Oké, okay, helder. Vind ik een leuke manier om dat aan te pakken. Right. Nee, fantastisch. Ik weet niet of er nog andere mensen vragen hebben. Ik ben aan het proberen te denken. Ah, gebruik jij ergens op een bepaalde manier templates in je workspace? Nee, eigenlijk ben ik dat niet. Ik ben er nog mee begonnen om bij mijn trajecten om mensen zo input te laten geven. Dat ze dus een template gebruiken. Maar ik weet het niet. Ik voel de templates nog niet helemaal. Oké. Dat kan, hè. Dat is helemaal oké. Okay, maar ik dacht bij u misschien, ja, als er een nieuwe klant is voor je one-stop content shop, dat bijvoorbeeld wel een interessante zou kunnen zijn, maar misschien dupliceert je dan gewoon... Dupliceer mijn pagina's, ja. Allee, mijn pagina. Ik heb dan één... Wacht, ik ga het doen. Open in de page. En ik heb hier gewoon mijn template. Ja. Dus die dan open, dan kopieer ik die. Dan pas ik hier bijvoorbeeld... Hier zet ik dan ook in van wanneer is het brainstorm, dat ze dat zien. Maar op zich... ik heb dat ook nog niet getoond. Dus het belangrijkste is dat contentplan. Maar ik heb ook zo wat input voor als ze beginnen. Bijvoorbeeld staat er daar een video in dat ik gemaakt heb. Mega handig. Zijn er e-books in? En dan is er ook zo huiswerk dat ze moeten maken. Ja. En dat is ook super handig, want dat is opnieuw iets. Dus dat iedere keer opnieuw kunnen
documentje doorsturen of whatever, maar ik vind dat heel handig dat dat gewoon allemaal klaar staat. Tuurlijk, ja. Nu was ik zelfs vergeten dat ik dat had. Zalig. Simon Sinek, love it. En wel, het is gewoon super handig. Allee, dat houdt ook niet veel in. Het is niet, dat is geen rocket science, maar het is gewoon iets heel makkelijks. De klant vult dat in, ik lees dat na en we zijn klaar voor die brainstorm te gaan. Ja, het is gewoon heel helder. Je weet op voorhand dat je al informatie hebt dat je nodig hebt. Dus... Ja, je moet niet iedere keer gaan denken, Justine, de link voor dat filmpje, waar heb je dat gezet? Oh, ik ga een keer moeten gaan kijken op mijn YouTube. Ik ga niet een link die je moet gaan ophalen. Ja. Laat die daar zijn wel niet nodig. Ik zie nog een vraag binnenkomen van Zaneda. Ik weet niet 100% of ik ze snap, misschien jij wel. Zij vraagt of dat je Notion, de Notion-app gebruikt als een deel van de bullet journal. Goeie vraag. Ik journal ook wel nog. Wat staat er wel los van? Ik heb mijn journal, wat ik ga doen, is soms wel een beetje dagboek schrijven. Maar dan maak ik bijvoorbeeld ook een weekoverzicht. En dat is wel iets dat ik niet in mijn Notion doe. Dus in mijn weekoverzicht is dat dan gewoon dan... Elke dag, hey, we gaan zo wat belangrijke afspraken noteren, zo wat belangrijke taken. Wat wil ik doen in mijn business? Welke leuke dingen wil ik doen deze week? Dus dat is opnieuw, zoals ik daarnet al zei, grote taken staan in mijn Notion. Maar als die kleinere dingen, zet ik wel nog altijd in mijn journal. Wat ik dan ook zo doe, als ik bijvoorbeeld aan een nieuw project begin, ga ik dat eerst op papier zo wat brainstormen met mezelf. Maar dan daarna, in de volgende fase, zet ik dat dan wel in mijn Notion. Om zo wat structuur te krijgen, om het te gaan ordenen, om het chronologisch te zetten. Bijvoorbeeld, like dat ik daarnet toonde in mijn cursus, mijn moestuincursus, dat begint allemaal op papier. Maar ja, stel je voor dat je dat allemaal op papier zou moeten houden. Like nightmare. Ja. Dus dat is wel, op termijn komt het wel allemaal in mijn Notion. Ja, en wel, het is super herkenbaar, want ik had het daar maandag ook nog met een paar van mijn klanten over. En de meeste werken inderdaad op diezelfde manier. Dat puur brainstormen en echt lange termijn denken en planningen maken en zo. En mindmappen, dat werkt nog altijd best op papier. Maar dat dan eigenlijk, om het concreet te maken, bij heel veel mensen het dan verhuisd naar Notion om eigenlijk de uitwerking te gaan doen. Dus dat is ook bij mij denk ik een beetje waar dat de sweet spot zit in combinatie tussen papier en digitale. Ja, dat is ook echt helemaal dat toe. Ja. Ook gewoon omdat, in Notion, je kunt wel zeggen van, ik ga op mijn computer en ik ga alleen maar Notion gebruiken, maar vooruit weet staan dan uw mails open, of je krijgt daar een melding, of whatever, ik ben nogal makkelijk afgeleid. Ik weet dat wel. Dus als ik echt geconcentreerd zal zijn, dan zorg ik gewoon dat er geen computer bij is. Ja. En in die brainstormfase, like, als ik iets omzet van papier naar digitaal, dat is wel nog altijd nadenken en al, dat is altijd creatief werk, maar het is minder brainstormy dan als ik op papier bezig ben. Exact. Helemaal herkenbaar. Vanessa zegt, dankjewel. Het is leuk om te zien hoe Bullet Journal en Notion samenwerken. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook interessant is om te zien. Dus wat de full picture van hoe doet iedereen het en daar dan zijn eigen ding van maken. Nee. Ja, dat. Ik denk, het is te veel informatie om op papier bij te houden. Maar soms is het te creatief om het op een computer te doen. Ja, klopt. Laurent zegt, ze heeft een beetje schrik om klanten op Notion toe te laten, omdat ze de sharing opties nog niet helemaal begrijpen onder de knie heb. Een beetje bang dat ze tot alles toegang hebben. Heb jij daar bepaalde tips of tricks voor? Voor zover ik weet, die gaan misschien brengen dan is, deel je echt zo'n iedere keer een pagina met je klant, en dan gaan ze de onderliggende pagina's ook hebben, maar niet de bovenliggende pagina's. Exact. Heb ik het juist? Ja, klopt. Ja, dus van zodra dat je inderdaad een pagina, dus als je de hiërarchie bekijkt in Notion, je hebt de vertakkingen, dan inderdaad de pagina dat je deelt, alles wat dat daaronder zit, zoals hier nu bij u in een klantenbestand. Dat is hier de pagina's van. Ja, daar gaan ze sowieso toegang tot hebben, maar niet dan de trap erboven. Mm-hmm. Ja, dus normaal gezien kunnen ze niet. Als ik dan in iemand anders in Notion space zit, zie ik alleen maar die pagina's die met mij gedeeld zijn. Dus kijk, hier heb je bij mij... Je hebt hier van alles staan, maar dan zie ik bij hen bijvoorbeeld dat zij enkel de boodschap met mij hebben gedeeld in de bende van het boek, dan heb ik enkel die twee pagina's daar links zien staan. Ja, exact. Ja, en dus ook als je bijvoorbeeld je takendatabase op de pagina van een klant zet, maar de takendatabase aan zich is niet met de klant gedeeld, gaat hij die ook niet kunnen zien. Nee, dat is wat ik daarnet zei, waarom dat sommige klanten ook nog spaces met mij delen, zodat ik die databases krijg, ja. Ik zie nog één pagina dat ik niet gedeeld heb. Dus echt geen zotte pagina. Maar dat is mijn overprikkeld pagina. Okay. Ik ga die gewoon rap een keer delen. Want dat ook gewoon iets is dat je kunt doen in je Notion. Hè. Dat is ook zo'n gevoel van... Of je kan gewoon even iets gezelligs. Dan heb ik hier zo wat ASMR rooms verzameld. En zo.
Dan denk ik, dat is echt zo mijn, oké, chill, het is zondagmiddag, ik ga even mijn journal nemen en iets opzetten. En dat zijn dan zo wat mijn favorietjes om naar te luisteren. En dan staat het daar gewoon in. Oh, ik vind het zo leuk, vooral dat dit zo de laatste pagina is dat je toont. Dat is echt het zoeming bijvoorbeeld van waarom ik je ook volg. Dat is gewoon allemaal gezelligheid in één pagina. Goeie afsluiter, hè? Amai, geweldig. Ook keiveel Harry Potter, I love it. Ja. Dus echt, ik zit hier dan zo op een, die ASMR-rooms van Harry Potter zijn allemaal met regen, omdat dat ja, in Schotland is. Dus ik kies op een heel warme dag met zo'n geluid van tikkende regen tegen het raam. Oh, maar ik snap het helemaal. Oh, geweldig. Ja, dat is mijn leven. Fantastisch. Ik weet niet of dat er nog vragen zijn. Ik vond het altijd super interessant om te zien. Ik heb hier wat inspiratie opgedaan. Vooral omdat ik, ja, mijn workspace was een stuk complex. En als ik dan zo'n workspace zie, dan denk ik, oh, dat is echt... Ja, dat is gewoon mega helder waar dat alles staat. De toegang tot klanten is super helder. Dus dan denk ik soms, oké, het moet terug even wat... Ja, ik weet het niet. Er zitten te veel niveaus in bij mij. En ik vind dat bij u eigenlijk... Ja, ik heb er wel een... Ik had, denk dat ik vroeger wat meer niveaus had. Mm-hmm. Nu heb ik ze ook gewoon allemaal samengebracht in deze... Elke dag zondag, dat is zo mijn motto. En daarin heb ik ze ook zo een klein beetje samengebracht. Omdat ik dacht van, anders is het te veel. Maar hier is het super duidelijk wat dat doet. Hè. Ja. En dat helpt mij. Dus ik zeg het ook niet, het is geen rocket science bij mij. Het is echt gewoon, wat staat er waar? Hoe kan ik dat makkelijk doen? Welke informatie ga ik vergeten? Sorry Sylvie, boekhouder. Ik weet dat je naam Sylvie is niet. Voor een week, volgende week denk ik weer dat Virginie is. Maar zo'n ding. Jawel. Ik ken ook nog eens mijn btw-nummer van buiten, dus ik moet dat ook nog altijd opzoeken in mijn Notion. Dus ik snap het. Ja, en er is ook gewoon, het lijkt me dat er ook gewoon heel goed is over nagedacht. Van wat zet ik erin en wat niet? Ja, opnieuw, dat is er af en toe een keer doorgaan en denken van, wat klopt er hier nog? Ja. Wat niet? Want op zich, like, nu ben ik er gisteren een keer doorgegaan, omdat jullie op bezoek kwamen naar mijn Notion Space. En heb ik wel zo wat pagina's dat ik dacht van, oh, eigenlijk gebruik ik dat niet meer. Gewoon weggedaan of samengevoegd met iets anders. Ik dacht van eigenlijk hoort dat daar thuis. Ja. Fantastisch. Nee, super. Ik vond het mega helder. Ik heb de aanvraag voor Notion van de meldingen genoteerd. Waar kunnen mensen nu online nog vinden? Misschien zal ik dat nog even meegeven in de chat. Yes. Alles dat gaat over copywriting ben je op mijn Instagram-pagina copy.opdezondag en op mijn website copy.opdezondag.com. En alles dat gaat over het leven en over Harry Potter ASMR rooms is gewoon op Instagram @TraceAku of op nezondag.com. Voilà. Ik heb ook een nieuwsbrief. Daar kun je gewoon inschrijven. Als je via mijn Instagram pagina gaat, vind je het via de link. Ja, en dat moeten mensen zeker doen. Want ik kijk altijd, dat is echt, je krijgt zoveel nieuwsbrieven. Maar die van Trace, die wil je echt in je mailbox krijgen. Want dat is een portie eerlijkheid en gezelligheid. Gewoon in geschreven tekst. Dat is echt zalig. Yes. Zalig. Nee, Stefanie zegt, dat was echt top. Met veel plezier gevolgd. En dan ben ik terug bezig in Notion met nieuwe ideeën. Fantastisch. Alright. Kei leuk. Nee, is goed, Trace. Ja, voilà. Ik dacht inderdaad, zo ik op een kanaal. Ik ben een kleine mens, nee. Nee, dikke merci om de tijd vrij te maken. Ja, ik ga dit achteraf ook op YouTube uploaden en allemaal linkjes erbij zetten. Maar, ik zal dan in mijn nieuwsbrief steken, hè. Voilà, maar het was leuk dat je even met de billen bloot geweest en een keer een inkijk gegeven hebt in die Notion wheel. Jawel, het vond wel spannend, maar ik denk dat het oké was. Ik snap, ja, absoluut, absoluut. Ik heb er zelf ook heel veel uit bijgeleerd. Dus Je hebt wel mee ingewijd in de Notion, dus misschien ook nog interessant om te vermelden. Bijvoorbeeld databases en al, is dat echt iets dat ik geleerd heb in je cursus, in Notion Ninja. Daarvoor vond ik dat zo wat... Ja, wel echt rocket science. Maar daarin is dat wel super goed uitgelegd wat je allemaal kunt doen ermee. Dus het is wel echt een aanrader. Als je nu denkt van tof, maar ik weet niet waar ik moet beginnen, is dat wel echt een goed begin. Oh, keilief. Dikke merci. Ja, ik ben hem helemaal aan het updaten. Dus. Want ja, met dat de databases veranderd zijn, dat typisch Notion, dan blijven ze verbeteren. En dat is keigoed. Maar dan heb ik heel mijn cursus ook updaten. Dus ik heb er nog wel werk aan. Ja, en dan heb je een melding weer op ongelezen kunt zetten. Ja. Ik zal kijken of ik het al kan regelen met mijn man, maar ik vrees het een beetje dat hij in dat technisch nog niet gaat kunnen fixen. Maar ik zou dat ook wel kunnen gebruiken. Ja. Oké, top. Dikke merci, Tries. Ik zou zeggen, geniet dan van het zonnetje. Chili is kei braaf geweest, ik heb ze niet gehoord. Dus dat zal jij goed. En dan
Tot de volgende. Tot de volgende. Doei, bye bye.